Gaat deze Growlet gaat evolueren. Ja hoor, deze Growlet gaat evolueren naar een super dope Arcanine. De Hisuian Arcanine is echt gestoord. Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. We gaan kapot lekker. We moeten die Growlet daar gaan bevrijden uit de hand van de drie zusjes, de bandieten en hun Gengar. Freaking Gengar, mijn favoriete Ghost-type Pokémon, die gewoon hier eventjes dit staat te doen. Wat staat te doen? De Growlet staat te gijzelen. En dat is niet de bedoeling. Daar moeten we een stokje voor steken. Dus als je dit vet wilt doen, duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. Charm die zegt hier... Kom op! Evalueer gewoon! We hebben ons huiswerk gedaan en Pokémon zijn gutsy genoeg. Oh ja, de Pokémon die hier door deze berg opkomen, die hebben lef genoeg om te evalueren, toch? Kom op, schiet op! Je zal sterker worden, of je het nou wil of niet. Raah, hij wordt boos, hij wordt boos. Hij wil helemaal niet evalueren. Nee, hij heeft er geen zin in. Hij wil niet. En daar ben ik. Charm zegt, daar is hij weer. Die kleine Choppy. En Clover zegt, laat maar zusjes. Ik zal wel even met hem afrekenen. Go! Abomasnow! Heb jij een Abomasnow? Oké. Jammer dat ik Quilava nu niet als eerste in mijn team heb staan. Ik heb Staraptor namelijk gekozen. Die is in de vorige aflevering geëvalueerd. Welk level is Abomasnow? 35. Ik denk dat ik voor R/ moet gaan. Let's go. Ik doe hem ook gelijk strong style. Want Abomasnow is blijkbaar niet zo snel. Kijk hoe... Oh! Oh, hij houdt echt 1 HP over. En hij doet Ice Shard. Ja, en dat doet bij mij natuurlijk pijn. En hij kan er gelijk 2 achter elkaar, dus blijkbaar toch doen. Nee! Oh man, dit was zo goed. Oké, Quilava, maak het af. Met een hele snelle Ember, let's go. GG. Ja, je hoeft echt letterlijk maar 1 HP'tje nog weg te halen. Maar wat heb je nog meer dan? Oh, je hebt alleen een Abomasnow. Oh, dat is schattig, Clover. Ik dacht dat je wel 2 of 3 Pokémon zou hebben. Clover zegt, jullie weten toch dat Abomasnow niet op zijn volle kracht kan vechten hier bovenop een vulkaan? Ja. Waarom zeg je dan dat je zusjes zich mogen inhouden? Waar slaat het nou op? Nu ga je zeuren dat het geen eerlijke battle was, dit en dat, bla 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 bla. Jij kiest zelf voor Abomasnow. Hier, Coin zegt het ook. Jij bent degene die Abomasnow kiest. Maar nu is het tijd voor Toxicroak. Ja, Coin. Coin gooit Toxicroak. En dat is een mannelijke Toxicroak. En dat kan je zien aan die bol hier onder zijn kin. Bij een man is die groter dan bij een vrouwtjes Toxicroak. Oh, maar dit is wel level 34, hè. Ik denk dat dit een moeilijk ding wordt voor Pikachu, hoor. Hij is wel paralyzed, dat is nice. Oh, die kent ook Mudbomb. Ja, dan is Pikachu al gelijk in 1 klap weg, jongen. Ah, Pikachu, je moet ook evolueren, man. Ja, dan had ik natuurlijk Staraptor met flying moves. Oké, maar die is al kapot gemaakt, potverdorie. Oké, ik ga eerst voor een casual quick attackie. Agile style, dan mag ik hierna nog een keer. Hebben we in ieder geval een klein beetje damage gedaan. Dan gaan we nu voor een strong style waterpuls. En dan hoop ik dat hij het af kan maken, deze Floatzel. Let's go! Let's go! Oh, weer 1 HP over. Oh, maar hij is paralyzed. Ja, dit is lekker, jongens. Dit is lekker. Hoppakee, boontje komt om zijn loontje, Toxicroakie. Deze hebben we ook gewonnen. Dan moeten we nu zeker nog tegen die Gengar, of wat? Ja, kijk, Gengar draait zich om en hij komt al naar voren gelopen. Oh, man. Oké, tegen Gengar. Let's go. Oh, eerst Rhydon. Oh, heb ik nog... Ja, Floatzel staat nog op de eerste plek. Top. Ik ga gewoon voor de Stongstraal Aqua Jet en hoop dat ik hem in 1 keer sloop. Let's go. Pak hem. Maak hem kapot. Oh my gosh, die Rhydon is best wel sterk. Geen grappen maken met die Rhydon. Oké. Ik had beter niet voor Strong Style kunnen gaan, denk ik. Want nu is mijn Floatzel kapot, want hij kan 2 keer bulldozen. Shit! Togepi, kan jij iets doen hier? Ik kan 2 keer Draining Kiss doen. Agile Style. Let's go. Ja. Dit moet wel lukken. Heel goed, heel goed. En dan is Rhydontje weg. Toppie. Goed gedaan, Togepi. Oh, als dit een Togekiss wordt, dan wordt hij echt sterk, denk ik. Maar nu komt Gengar. En Gengar mag als eerste. Die gaat mij laten slapen. Oh, en daarna een Vino-shock eroverheen. Ja, dan is het wel klaar met Togepi. Ja, en zo zie je. Die battles zijn oprecht een stuk moeilijker. Omdat je zeg maar niet meer elke keer kan wisselen. En dan gewoon standaard als eerste mag aanvallen. Het is echt oprecht een stuk moeilijker dan in de normale Pokémon games. Ze zijn gewoon nu 4 van mijn 6 Pokémon gewoon down, hè. Dat overkomt me in normale Pokémon games nooit. Let's go, strong style. Hopelijk is deze flamewheel genoeg om hem te bieten. Ja, lekker. Bye bye, Gengartje. Hebben we jullie alle 3 verslagen, joh. Wat een schande, zegt ze. Hoe kan je ons nou allemaal verslagen? Clover zegt, hey, ik heb Abomasnow en Toxicroak geheeld. We kunnen nu gewoon doorbattelen. Oh. Oh my gosh. Hij wordt boos. De kleine Growlit wordt boos en Clover zegt, niemand heeft jou hier uitgenodigd. Ga je echt zo stoer doen tegen ons? Ja, hij gaat echt zo stoer doen tegen jullie. Wat denken jullie? Oh, je gaat je Toxicroak erop afsturen. Oh, en Abomasnow ook. Oké, ja, dat lijkt me een slim plan. Pauline zegt, Growlet, stop, je kan hun niet verslaan. Iscan zegt tegen Pauline, wat doe je hier? Ik dacht dat je gewoon bij de bodem van de vulkaan zou wachten samen met je Growlet. En Pauline zegt, ja, dat was inderdaad het plan, maar die Growlet die ging gewoon keihard naar boven. Hij heeft helemaal over de oceaan gezwommen en alles. Ja, dat is wel heel sick. Deze Growlet is super sick. Mini Growlitje. Bestaat de Lord nog wel? Ik hoorde wat uit de vulkaan. Ja, Growlit hoorde het ook. Zie je, die blaft terug. Gaat deze Growlit gaat evolueren. Ja hoor, deze Growlit gaat evolueren. Naar een super dope Arcanine. De Hisuian Arcanine is echt gestoord. Ik vind die zo vet. En ja, hij is geëvolueerd. We hebben gewoon een nieuwe Lord waarschijnlijk nu hier. Wat cool. Clover zegt, wat? Wat? Waarom is die kleine geëvolueerd? Waarom evolueerde die grote Growlet niet? En Coin zegt, zusjes, er is iets. Er gebeurt hier iets en dat is niet oké. Oh, de rift wordt groter. Huh? Oh my gosh. Ja hoor. Ook Arcanine wordt nu geraakt door de bliksem. Oh my gosh. Deze Arcanine is zo sick. Zo vet. Ja, we moeten nu die battle gaan doen, denk ik. Dus ook dit eiland, of deze regio van Hisui, die heeft nu gewoon echt zijn eigen lord. Iscan zegt tegen Paulina, naar achteren, blijf daar. Raaaaaah. Oh man, wat cool. Pauline vraagt zich af wat er nou precies gebeurd is. Ja, het is de bliksem die hem geraakt heeft. En nu is hij ook gek geworden. Zoals alle nobel Pokémon gewoon lijp worden. En Charm zegt, zusjes, we gaan hier weg. Anders komen we hier niet levend weg. Laten we gewoon kaart wegrennen. Daag, mazzel. Pauline zegt, wacht, dit is allemaal jullie schuld, joh. Iscan zegt ook tegen Pauline, we moeten hier weggaan. En Pikachu, jij moet ook weg. Dit gaat anders helemaal fout. Ik moet hem kalmeren, jongens. Yo, Irida. Die vraagt zich ook af, wat gaan we hier nou tegen doen allemaal? En Pauline zegt, ja, ik ben zijn warden. Ik ben verantwoordelijk en ik zal hem beschermen. Ja, maar hoe dan? Ik moet toch weer zakjes gaan gooien tegen zijn hoofd, denk ik. Ja, Irida, die zegt het ook. We moeten weer van die zakjes maken met een mix van favoriet eten van Arcanine. En die moeten we op zijn bakkes gaan gooien. En Iscan die zegt, nou, ik heb altijd het favoriete eten van Growlit bij me. Dus ik kan gewoon wel even wat maken. Heel nice, heel nice. We zijn voorbereid. Lekker bezig, Iscan. Of Ishan, of Issen, of hoe je ook mag heten. Kijk, daar zijn ze, de zakkies. En daarmee kunnen we Lord Arcanine weer kalmeren. Dus let's freaking go. Kijk mij dapper over deze vulkaan lopen. Arcanine kijkt me aan. En je denkt, vriend, kom je doen, jongen. Ik loop gewoon door de lava naar jou toe. Wat een held. Oh, die is echt cool. Misschien dat ik de Hisuian Arcanine oprecht toffer vind dan de Kanto Arcanine. Ik denk het eigenlijk wel. Van de Growlit weet ik het niet zeker. Maar de Arcanine, ja, die is echt insane. Die is echt heel cool. Oh, wat ga je doen? Auw, auw. Oké, je komt keihard om me afrennen. Oké, dan weet ik dat ook weer. Top. Oh, hij heeft 5 ballen bij hem. Ik moet gewoon dingen gooien. Ja, kijk, top. Oké, ik moet gewoon dingen op hem gooien. Nu zou ik hem eigenlijk moeten aanvallen, maar dat doe ik niet. Ik blijf gewoon van die balms gooien. Dat vind ik makkelijker dan dat mijn Pokémon hem aan gaat vallen eigenlijk. Ik heb hem bijna. Let's go. Let's go. Nog een paar keer. Nog een paar keer. Nog een paar keer. Nog een paar keer. Nee! Wat gebeurt er? Hè? Nou, ik ga gewoon door. Continue battle. Kijk, dan hoef ik nog maar een klein stukje. Dat is helemaal top. Pats, pats. En klaar. Volgens mij moest ik net letterlijk nog 1 zakje gooien. Wat ziek idee. Word maar weer gauw normaal, Arcanine. Dan ben je veel toffer dan deze gouden variant. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Kijk, dan krijg je wat kleur terug. Wat een held. Wat een baas. Deze is zo cool, jongen. Echt heel vet. Wow, iedereen gaat keihard levels omhoog en alles. Oh, mooi shotje dit, hoor. Heel nice. Kijk, we zijn gewoon dikke matties. En ja, ik knik even naar hem. En ik krijg de flameplate van Arcanine. En Growlit komt er ook weer aangelopen. Oh, wat? Ik hoor weer die stem. Yo, misschien leeft die vader gewoon nog. Oh, kijk hem daar staan. Is dat hem echt? Of is het een spook? Is het een ditto? Dit was wel echt een heel vet stukje van de story, vind ik. Hoe vet is deze Arcanine, jongens? Oh my gosh. Zo cool. En ik ben heel benieuwd, jongens. Volgens mij hebben we de vraag al een keer gesteld over Growlit. Maar welke vinden jullie toffer? De Hisuian Arcanine of de normale Arcanine? Laat het weten in de comments. Ik ben oprecht super benieuwd. Pauline zegt, ah, je bent zo sterk. Veel sterker dan ik. Ja, dat is wel sick inderdaad, man. En vanaf nu zal ik een goede warden zijn. En jij bent de lord van dit gebied. Ja, onwijs dik. Ik denk dat dit tot nu toe mijn favoriete Hisuian vorm Pokémon is. Wat cool, man. Paulina die bedankt ons nog even. En ze vraagt, wil je ook een beetje op Irida letten? Dat is goed, dat is goed. Dat gaan we doen. Yo, Irida. Die kijkt me een beetje zo aan, zo schuldig. Zo van, Pikachu, wat is er? Ik kon niet veel betekenen terwijl ik hier gewoon stond te kijken. Weet je, toen Lina Growlet niet wilde trainen om de nieuwe lord te worden. Toen, ja, gingen de mensen in mijn clan een beetje stom doen. En ik probeerde te overtuigen dat ze Growlet echt moest trainen. Maar ze werd boos op me. Omdat deze arme Pokémon zijn vader dood had zien gaan. Paulina wilde hem gewoon niet trainen. En ja, deze woorden die lieten Irida een beetje twijfelen over alles. En zelfs toen Arcanine nu net de lord van het eiland werd, toen kon ik alleen maar toekijken. Maar dat is niet waar, Irida. Je hebt ons geholpen. Jij kwam met het idee om die balms te maken. Ze zegt, ik ben zo jong de leider geworden van de Pearl Clan. Ik had geen eens een visie over wat ik zelf zou moeten worden. Ik respecteer onze gebruiken en dat soort dingen. En sommigen noemen mij daarom ouderwets. Maar nu ik naar jou kijk, zie ik eindelijk wat ik wil doen op dit eiland. Ik wil Hisui gewoon beschermen. Heel goed Irida. Ik ben trots. Ze wil nog een keer ooit met ons battelen. Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Daar heb ik zin in. Ik vind Irida ook wel tof hoor. Nou, tot de volgende keer. Irida wil weg van dit eiland. En ik denk dat wij ook zo'n beetje weg moeten van dit eiland. Ik denk dat het wel een beetje klaar is hier zo. Dat hebben we best snel gedaan. Oeh, en ik zie dat ik Quilava kan evolueren. En dan gaan jullie eindelijk zien waarom ik dus niet voor Rowlet heb gekozen. Maar dat zien jullie pas in de volgende aflevering. Dus doe even die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Dan krijg je bijna iedere dag van Nintendo video's op je bakkes. En zet even dat belletje aan, want dan mis je ze niet. Tot de volgende. Mazzel!